We staan op de Data Expo met BI Platform, waar ik spreek met Jan Hendricks, partner bij Bearing Point. Jan, jij sprak eerder dit jaar bij ons op het congres, de Data Warehousing BI Summit, over data governance als keystone voor compliant AI en digital trust. Daar gaan we een beetje op door. Hoe ga je qua data governance om met veelal ondoorzichtige AI-modellen? Ja, dat is een heel interessante vraag van wat betekent dan governance van een model? En ik denk dat je inderdaad bepaalde modellen, zeker als je gaat kijken richting deep learning en dergelijke, waar je eigenlijk het beslissingsproces in het model zelf niet beheerst. Maar dan kan je maar één ding doen, dat is eigenlijk zeggen, wat is dan de rand die je nou wel moet gaan beheersen? Met andere woorden, gaat de juiste data erin, maar ook de beslissingen die genomen worden, zijn dat wel de juiste beslissingen? Dus je ziet eigenlijk een verschuiving naar wat zo de klassieke 1.0 data governance was, wat is de definitie van klant? Zit je nu op een totaal ander spectrum, waar je eigenlijk moet gaan kijken, wat zijn manieren om de betrouwbaarheid, om de trustworthiness van wat dat model doet, om dat te gaan beheren. En dat betekent heel concreet dat je meer op de buitenkant moet gaan focussen, maar ook vooral wat gaat in het model en niet zozeer de effectief trachten te begrijpen wat het model zelf doet, want heel vaak heb je daar gewoon helemaal geen middelen voor om dat te doen. Wat zijn andere belangrijke uitdagingen als je het hebt over data governance specifiek voor AI? Maar ik denk een van de uitdagingen die je hebt met wat betekent governance van AI in het algemeen, dat is dat dat eigenlijk een multidisciplinair probleem geworden is. Dus vroeger zou je kunnen zeggen, ja, je moet een definitie maken, je hebt een data engineer, je moet een data pipeline doen. Ik ga niet zeggen dat dat een lineair proces is, maar dat is een proces waar dat de complexiteit lager van is. Als je gaat kijken naar AI governance, dan zie je eigenlijk dat je heel wat disciplines nodig hebt. Je hebt aan de ene kant een legal kant, die zegt, ja, wat kunnen we überhaupt doen? Je zit met stukken rond IP. Wat is daar de dimensie van? En dan verder ga je dan effectief ook gaan kijken, niet alleen naar het maken van het model, maar ook als het model begint te lopen. Want je ziet heel veel verhalen dan, hè. We hebben wel oorspronkelijk het model wel getraind, we hebben het in de praktijk gaan toepassen, maar je moet dat continu blijven monitoren. Het model kan je niet één keer zeggen, nu is dit goed. Nee, want je gaat een dialoog krijgen met klanten. Chatbots zijn degene die het dan heel vaak fout gaan. En ik denk dat dat de uitdaging is dat we zeggen, wat zijn al die verschillende dimensies en hoe krijg je die eigenlijk vanuit een organisatie onder controle? En het is niet zoiets dat je zegt, ja, maar ik wil nu een AI office gaan maken en die moeten dan maar als controletoren alles gaan beheren. Want er komen zoveel aspecten bij dat je eigenlijk naar een multidisciplinair aanpak moet gaan. En dan zie je denk ik ook wel een verschil tussen de meer Europese aanpak versus de Amerikaanse aanpak. Dat eigenlijk zeg je, maar het moet eerder een framework zijn, een raamwerk zijn, waar dan iedereen zijn klein stukje aan bijdraagt. Maar waar je toch wel een overzicht over behoudt, zonder dat je echt iemand op de top moet gaan hebben die zegt, ja, maar ik ga nu bepalen wat en hoe dat we dingen gaan doen. Het is eerder een samenwerking en zorgen dat elk van de stukjes van de puzzel in elkaar passen. Met genoeg begrip van het onderliggende probleem dat iedereen heeft, maar dan toch met voldoende overzicht om een sturing te hebben van, zijn we nu op een veilige manier, maar ook op een kostbewuste manier, hè, want we hebben nog niet gehad over groen, de impact. Ik denk dat er meer en meer nu aandacht wordt besteed van waarom zou ik bijvoorbeeld search gaan doen op een language model als ik gewoon maar een link moet gaan zoeken. Dat zijn ook allemaal dimensies die ook daarbij komen. Wat dat je zegt, want eigenlijk is dat een controle in een organisatie die heel breed ligt en waar je heel veel disciplines moet samenbrengen om dat op een goede manier te doen. Zijn daar best practices? Wat zijn enkele best practices die organisaties hierbij kunnen gebruiken? Maar als je kijkt naar best practices, moet ik eerlijk zeggen dat op dit moment eigenlijk de Verenigde Staten een beetje het leidende domein is. Waarom? Omdat daar toch wel vanuit de standaardzetting redelijk wat gebeurt. Je ziet ook met NIST bijvoorbeeld, dat is ook een mooi voorbeeld van waar dat er eigenlijk toch wel een quasi-Amerikaanse standaard is. Maar die normen die daar liggen, liggen eigenlijk ook vrij goed. Ik denk ook heel veel werk gedaan door OECD over wat is trustworthy AI, wat zijn de dimensies daar. We hebben in Europa wel de AI Act, hè, die sinds 20 augustus nu actief is. Maar als je heel concreet een laagje dieper gaat gaan en zeggen, ja, wat moet ik nu echt doen? Dan zie je dat daar eigenlijk toch wel wat ontbreekt rond wat zijn goede standaarden. Anderzijds zie je ook alles wat te maken heeft met het certifiëren van AI-oplossingen en dergelijke. Daar zijn ook wel standaarden die daar rond ontstaan. Maar om te zeggen, we hebben nu één overkoepelend. Ik zou zeggen, ik kijk voorlopig eerder meer richting wat er in de Verenigde Staten gebeurt als standaardzetting daar, dan de concrete invulling. Nu, ik weet Europa, de EAFUS wordt opgezet en dergelijke, dus we gaan wel wat meters gaan maken daar. Maar voorlopig is nog een beetje wachten op te zeggen, dit is nu eigenlijk het referentiekader waar ik zou moeten van vertrekken. En hoe kan governance bijdragen in het borgen van transparantie bij AI-toepassingen? Maar ik denk dat het ook een beetje de insteek is van hoe definieer je governance.
En ik denk dat dat eigenlijk het verhaal is voor dat governance eerder gaat naar een orchestratie en naar het opzetten van een raamwerk om goede afspraken te maken. En dan iedereen in zijn eigen specialiteit houden. Hè? Want bijvoorbeeld, ja, wat is nu, hoe kan je bewijzen dat er geen bias in een model zit? We hadden onlangs met Dama een event en een van de sprekers was iemand die verantwoordelijk was voor een bank over alles met artificiële intelligentie te maken heeft. En dat was ook een van de vragen die naar boven kwam, van hoe zorg je dat er geen bias is? En dan was er eigenlijk, en dat is een beetje een ontnuchterend antwoord, hij zegt, ja maar, banking was al biased gedurende de laatste 20 jaar. Dus als ik mij ga trainen op de data zelf, dan heb je eigenlijk inherente bias en dan neem je eigenlijk het verleden mee terug. En ik denk dat dat eigenlijk wel is. Dat je zegt van, wat probeer je te doen vanuit een goede AI governance? Dat is net te zorgen dat je die experten hebt, die mensen met die diepere kennis van soms heel specifieke dingen, van hoe definieer je bias, maar ook hoe wil je daar als organisatie mee omgaan met bias. En soms heel vaak betekent ook gewoon uitleggen waarom. En vaak zijn er wel beslissingen die genomen worden die je misschien ook als mens op dezelfde manier zou nemen vanuit een risicoprofiel, vanuit... En dat zijn dan de verschillende dimensies. Maar die laag creëren dat je het A, niet alleen kunt opvolgen, maar dat je ook... En ik denk dat dat wel als bearing point een van onze filosofieën is dat je zegt, AI gaat niet vervangen. AI moet augmenten. Maar als je moet gaan augmenten, ja, dan moet je wel iets gaan verbeteren. En dat beheren van, wat wil je verbeteren? Wat is je bedrijfsdoelstelling? Wat wil je accelereren? Daar zie ik eigenlijk een manier voor een AI governance raamwerk op te stellen, wat je zegt, ik wil die verbetering doen, maar ik wil niet tegelijkertijd ook een monkey with a hand grenade binnenhalen. Want ik denk, dat zie je heel vaak nu in de verhalen van, ja, maar het gaat fout. Ja, het gaat fout. Het zal fout gaan. Er zijn heel leuke voorbeeldjes. Je kent waarschijnlijk wel het Rick Ashley fenomeen. Waar als mensen op internet geen goede link hadden, dan verwezen ze gewoon door naar een YouTube-liedje van Rick Ashley. Ja, dat is zo een van de internetmemes. Ondertussen is de eerste chatbot natuurlijk ontstaan, die als je daar een vraag aan stelt en je weet het niet, die stuurt jou rustig door naar Rick Ashley. En dan kan je zeggen, ja, dit is fout. Nee, de training dataset was dat. Maar ik denk dat dat net het punt is voor mij waar ik zeg, waarom zou ik nu vandaag starten met AI governance? Exact om die reden. Omdat je wilt augmenten, je wilt eigenlijk de boot niet missen. Alhoewel dat er heel veel fear of missing out bij te pas komt. Maar ik denk dat het wel dieper gaat dan fear of missing out. Het heeft potentieel. Maar als je het zo gewoon blind toepast, dan ga je dat potentieel A, niet halen. Of B, je gaat het halen, maar met een risiconiveau wat je eigenlijk niet wil. En ik denk dat dat voor mij de juiste definitie is van wat betekent AI governance. Zorgen dat je elk van de disciplines met elkaar kunt koppelen. Zonder dat je zeer diep van elkaar moet begrijpen hoe en wat het werkt, maar wel die basisafspraken maken van dit en dit en dit verwacht ik van jou. En op die manier kan je het eigenlijk op een intelligente manier gaan inzetten. Dan vanuit de organisatie bezien, zijn er aparte rollen nodig voor het toepassen van AI governance? En hoe zit het met de benodigde skills? Ja, maar rollen blijft altijd een heel belangrijke vraag. Van, zet je een aparte center of excellence op? Zet je dat niet op? Een van de artikels van de EU-act is artikel 4. En artikel 4 zegt dat je organisatie data literate moet zijn. En ik denk dat dit als aparte rollen misschien niet de belangrijkste vraag is. Maar als je zegt van, kijk, ik ga ervan uit dat het introduceren van AI in een organisatie niet gaat over een paar mensen met een witte labojas, hè, en misschien dan helemaal terug te gaan naar een oude referentie, nog ergens een plasticje. Dat is niet wat je wil. Je wil eigenlijk je hele organisatie augmenten. Dus voor mij gaat het eerder over de juiste skills te hebben, de juiste kennis bij iedereen. Want het potentieel zit heel vaak soms op kleine stukken. En je mag denken wat je wil, maar het gebeurt vandaag in elke organisatie. Het aantal mensen die ChatGPT openen, zonder dat er eigenlijk wel, denk ik, een goede policy rond is, dat moet je niet onderschatten. Dus het is voor mij minder het creëren van een specifieke rol, een specifieke office. Het is eerder, ja, hoe coördineer je het? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie het potentieel ziet, maar ook tegelijkertijd ook de problemen ziet? Want als je het verschil niet kent tussen causaliteit en correlatie, en als je ook niet weet wat een language model tekst voorspelt, en dat een statistisch model is, dan ga je mensen krijgen die proberen te rekenen en die dan zeggen, ja, 2 plus 2 is 5. Ja, zou kunnen. Dus als je niet de juiste vragen kunt stellen, en dat is denk ik wel eigenlijk een van de punten van mij rond competenties, is wat betekent data literate zijn? Dat is een eerste niveau van dingen te kunnen bereiken. Maar vooral ook wat betekent AI literate te zijn? Maar eerder vanuit de insteek van, hoe kan ik mezelf augmenten?
Hoe kan ik mezelf in mijn functie als organisatie zeggen, ik laat me ondersteunen. Ik heb een copiloot, ik heb, hoe je dat het ook wil noemen, er zijn een heleboel commerciële namen die duidelijk daarop hinten. Je zegt, het is een assistent, het augment jou. Maar op het moment dat je assistent gaat overnemen, komt hij dan met de juiste ideeën? Of zeg je, nee, het is eigenlijk een intern, maar een intern waar ik eigenlijk het werk nog maar opnieuw moet gaan doen. En ik denk dat dat net de balans is die je moet vinden. En niet zozeer, ik heb expliciet nieuwe rollen nodig in de organisatie. Ik zou eerder op focussen op het verhogen van de literacy van eigenlijk iedereen. Want het potentieel zit overal. En het gevaar zit ook overal. Dankjewel, Jan. Graag gedaan, Werner.